Assepoester. Assepoester? Waarom huil je zo? Dag, duifje. Ik ben een beetje verdrietig. Wat is er dan, lief meisje? Nou, ik mag niet naar het bal van mijn stiefmoeder. Ze vindt mijn jurk te lelijk en mijn haar te piekeren. Heb jij dan geen mooie baljurk? Nee, hoe zou ik? Ik moet altijd het ruwe werk doen en ik krijg geen mooie kleren. Heb je dan geen zusters die je kunnen helpen? Oh ja, ik heb 2 stiefzusters. Maar die zijn altijd onaardig en ze helpen me nooit. Ik mag trouwens niet van mijn stiefmoeder. Voor het ruwe werk ben ik goed genoeg, zegt ze. Het zal een prachtig bal zijn. De kroonprins zelf geeft het bal in een glazen zaal van het paleis. Het zal net begonnen zijn. Oh, wat zou ik er graag bij zijn. Maar ik moet de schotel met erwten uitzoeken. Alle slechte moeten eruit. Oh, ik zal je wel helpen, samen met mijn vriendjes. Kijk, daar zijn ze al. Dat gaat vlug, zeg. Jullie pikken alle slechte erwten eruit. Wat aardig, lieve duifjes. We zijn al klaar. Jullie hebben me heel goed geholpen. Ik was anders nog uren bezig geweest. Wel bedankt. En nu ga ik in mijn hoekje zitten en dromen van het bal. Nee hoor, je krijgt bezoek. Kijk, je petemoei komt. Daar is ze al. Wij gaan. Dag. Dag, duifjes. Dag, petemoei. Dag, lieve assepoester. Ik dacht, ik zoek mijn petekind maar eens op. Je hebt toch geen verdriet? Een beetje wel, petemoei. Ik zou zo vreselijk graag naar het bal van de kroonprins zijn gegaan. Stil maar, kind. Ik zal je helpen. Ik zal zorgen dat jij toch naar het bal kunt gaan. Mijn stiefmoeder zei dat ik in deze jurk onmogelijk op een bal kan verschijnen. En een andere jurk heb ik niet. Let maar eens op. Oh, wat een prachtige jurk heb ik opeens aan. Dat komt door dit toverstokje. Let nu maar eens op je haar. Ik voel mijn haar opeens krullen. Of wat gek. Even in de spiegel kijken. Nee, maar prachtig. En let nu eens even op je voeten. Balschoentjes. Oh, wat een leuke balschoentjes. Glazen muiltjes. Zijn ze niet mooi? Beeldig. Eens even kijken. Zie je die pompoen daar? Ja, hij weegt wel 25 kilo. Daar tover ik een koets van. Een koets met 12 paarden en een koetsier. Daar zijn ze al. Stap maar in, assepoester. Maar denk erom, kind, dat je om 12 uur terug moet zijn. Op de 6e slag van 12 wordt de betovering verbroken en ben je weer gewoon assepoes. Wat heerlijk dat ik naar het bal mag, petemoei. Wat heerlijk. Dank je wel, dank je wel. Ja, vlug, vlug, vlug naar mij. De koets vertrekt. Dag, lieve petemoei. Toen assepoester op het bal kwam, keek iedereen op. Haar stiefmoeder en haar beide stiefzusters, die natuurlijk wel naar het bal waren gegaan, herkenden het beeldige meisje niet. Zelfs de kroonprins was vol bewondering voor assepoester. Zeg, hofdienaar. Vertel me eens, wie is dat schattige meisje daar? Even mijn bril opzetten, prins. Mijn ogen worden slechter. Hé, waar is mijn bril nou? Ja, hier heb ik hem. Dat meisje daar... Ja, is dat niet de... Nee, dat meisje ken ik niet. Dat is sterk. Ik heb dat meisje nog nooit gezien. Maar ik geef toe, het is een zeer mooi meisje. Dat zou ik ook denken. Ik vraag haar te dansen. Wil je met me dansen, meisje? Oh, graag, prins. De hele avond danste de prins met assepoester. Tot opeens... Maar lief meisje, deze rent weg. Ik moet erna. Dat is al te gek. Assepoester was bijna te laat. Ze was nog net voor de betovering was verbroken uit het gezicht van de prins. Alleen één van de glazen muiltjes bleef op de paleistrap achter. De hofdienaar vond het en bracht het de prins. Prachtig, hofdienaar. Nu weet ik
hoe ik dat meisje kan vinden. Ik wil met haar trouwen. De prins liet in het land omroepen dat hij zou trouwen met het meisje wie het glazen muiltje paste. Zijn dienaren spoorden meisjes op met mooie kleine voetjes en de prins zelf kwam dan met het glazen muiltje om te zien of het paste. Op een dag kwam hij ook bij de stiefmoeder van Assepoester. Dag, prins. Het is onze grote eer. Ja, 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 dat is wel goed. Is dat uw dochter? Ja, mijn eerste dochter. Pas het glazen muiltje. Maar hoe dapper het meisje probeerde haar voet in het glazen muiltje te persen, het lukte niet. Het gaat niet. Even doorzetten, kind. Het past vast. Doe dat maar liever niet, anders breekt het glazen muiltje. Het lukte ook de tweede dochter niet om haar voet in het glazen muiltje te krijgen. Toen zag de prins opeens Assepoester die op een afstand stond toe te kijken. U hebt nog een dochter, zie ik. Oh, die daar. Die is voor het ruwe werk. Nee, Assepoester kan er niet zijn. Ze is trouwens niet op het bal geweest. Toch maar eens proberen. Kom eens hier, meisje. Graag, prins. Jouw stem komt me bekend voor. Tot grote verrassing van de prins, maar ook van de stiefmoeder en haar dochters, paste het schoentje precies. Ik heb je gevonden, lief meisje. Wil jij met mij trouwen? Dolgraag, prins. Maar dat is onmogelijk. Maar het was waar. Assepoester trouwde met de prins. En omdat het een lief meisje was, mochten de stiefmoeder en haar beide stiefzusters een kamer in het kasteel bewonen. Soms, als Assepoester aan vroeger dacht, verlangde ze opeens weer naar te dansen met de prins in een glazen zaal. Ze trok dan haar glazen muiltjes aan en Assepoester en de kroonprins dansten als op die avond van het grote bal.